Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het zaterdag. Vandaag mag ik weer de dag op MyTeam spenderen. Vorige week heb ik dat ook al gedaan. Normaal doe ik het om de 2 weken. Maar vandaag kwam het mijn begeleidster beter uit. Dus ben ik vandaag weer op MyTeam. Gisteravond werd ook de halve finale van The Voice of Holland uitgezonden. En de coaches konden geen cijfers meer uitdelen. Het was nu helemaal afhankelijk van het publiek thuis. De kijkers thuis konden dan bellen en sms'en om hun favorieten te steunen. Ik herinner me nog wel dat in vorige seizoenen van The Voice, dat toen we het thuispubliek lieten stemmen, dat voor ongelukkige resultaten zorgde. Maar dit seizoen wierp het zijn vruchten wel af. Want mijn vader en ik waren het wel aardig eens met het thuispubliek over de mensen die doorgingen. En wat ik ook heel erg fijn vond, is dat alle drie mijn favoriete acts ook door zijn naar de finale. Dus dit jaar was het stemmen met het thuispubliek echt toppie. Helemaal toppie. Toppie. In ieder geval, het is nu tijd om wat nieuws te gaan lezen. Want weten jullie nog dat ik het een tijdje terug heb gehad over dat ze bij mij in de gemeente in het IJsselmeer aan zandwinning zouden gaan beginnen? Maar dat de bewoners van Gaasterland daarop tegen waren, omdat het hun mooie uitzicht van het IJsselmeer zou verpesten. Nou, de bewoners van Gaasterland hebben van de week tienduizenden handtekeningen ingeleverd. Hoogstwaarschijnlijk ondertekend door mensen die niet eens wisten waar het over ging. In ieder geval, ze hebben dus tienduizenden handtekeningen ingeleverd en vervolgens heeft de FNP tegen de zandwinning gestemd. En dat heeft tot flinke gevolgen geleden binnen de gemeenteraad hier in de Friese Meer. Laten we dat maar eens gaan lezen. Het bestuur van burgemeester en wethouders in de Friese Meer is gestuit op zandwinning in het IJsselmeer. Maar hoe gaat het verder? Het vertrouwen van de CDA en VVD-partij in de derde partij, de FNP, is opgeheven. De fracties van de drie coalitiepartijen bespraken donderdag een dag. Maar dat deed er niet toe. FNP stemde woensdag tegen de zandwinning en voor VVD werd het al snel duidelijk. Dan kan er geen samenwerking meer zijn. Ze hadden al aangegeven dat ze tegen hadden gestemd en dat hadden ze gedaan. zegt Olaf Storms van de VVD. In de coalitie heb je elkaar nodig en maak je afspraken om het te houden. Als je dat niet doet, moet je dit bespreken en niet alleen maar stemmen. Het vertrouwen is weg, zegt de VVD'er. Het gaat allemaal om samenwerken. We hadden een goede overeenkomst met drie partijen. De VVD wil misschien doorgaan met het CDA, hoewel Storms er niet veel over wil zeggen. Met het CDA hebben we deze ervaring hoe dan ook niet, laat ik het zo zeggen. Het CDA zegt ook dat het zo niet verder kan gaan. We kwamen er niet uit met de FNP.
zegt fractievoorzitter Jan van Zanden. Zeker in de toekomst zijn er nog veel bestanden. Dan willen we naast elkaar blijven staan. Als je geen afspraken nakomt. Er is nog steeds de basis voor vertrouwen. We zagen de kans groot dat dit opnieuw zou gebeuren. FNP'er Jan Volbeda was verbaasd. Al voor de donderdagmiddagchat hadden het CDA en de VVD al een persbericht uitgegeven, zegt Volbeda. Ze hadden al hun facties geraadpleegd. Ik begon het gesprek met de vraag of ze wilden doorgaan, maar het antwoord was nee. Er was geen kans op een positief antwoord. Nu het college is gevallen, vertrekt de FNP. Maar op welke manier dit gebeurt is nog niet duidelijk. De wethouders zullen niet langer deel uitmaken van het college, maar stappen ze ook uit zichzelf op. Het kan ook zijn dat het CDA en de VVD het vertrouwen in de FNP in de raad bevestigen en vervolgens de wethouders wegsturen. Dat is ook een optie. Ja, Rhino's, het kan zijn dat wat ik allemaal net aan het vertellen was niet helemaal 100% Nederlands accuraat is. Maar dat is een geval van dat ik het heb met Google Translate heb moeten vertalen uit een Friestalig artikel. Want kijk, ik ben hier in Friesland geboren. Ik heb ook een Fries sprekende vader. Maar zelf heb ik een voorkeur voor Nederlands ontwikkeld. En als je dan van een Friestalig artikel naar het Nederlands moet vertalen, dat kan best lastig zijn. En dan zit je ook nog met het idee dat Google Translate soms dingen letterlijk vertaalt uit de originele taal. En dus zit er waarschijnlijk een paar Nederlandse inaccuraties in wat ik net allemaal heb voorgelezen. Maar behalve dat ging het wel aardig goed, moet ik zeggen. In ieder geval, als ik verder nog wat te melden heb vandaag, dan laat ik het jullie weten. Verdrietig nieuws, Rhino's. Ik zal het jullie wel even vertellen. De Zwitserse acteur Bruno Gans is vrijdagnacht op 77-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Zurich. De acteur werd vooral bekend door zijn rol als Adolf Hitler in de film Der Untergang. Het management van de acteur bevestigde zijn overlijden zaterdag aan meerdere Duitsstalige kranten. De Zwitser zou al enige tijd hebben geleden aan darmkanker. De laatste rol die Gans speelde was het personage Furch in de Lars von Trier film The House That Jack Built uit 2018. Gans, die een Zwitserse vader en een Italiaanse moeder had, kwam al jong in aanraking met acteren. Hij groeide uiteindelijk uit tot een van de bekendste Duitsstalige acteurs. Hij was het bekendst door zijn vertolking van Hitler, maar was ook te zien als Engel in Wings of Desire, opa in Heidi and Fidesz en Ober in de film Bread and Tulips. De Zwitser speelde daarnaast rollen in Engelstalige films als The Reader, The Counselor en Unknown Identity. Gans was daarnaast een veelgevraagd toneelacteur en te zien in stukken als Faust en Oedipus. In 1996 ontving hij de Iflandring, een van de meest prestigieuze theaterprijs voor Duitsstalige acteurs.
Deze prijs mag een acteur net zo lang in zijn bezit hebben als hij wil, om hem daarna door te geven aan een andere toneelacteur. Gans was erg gesteld op zijn privacy, al was het wel algemeen bekend dat hij gescheiden is en een zoon heeft. De acteur zou de laatste jaren van zijn leven een relatie hebben gehad met fotograaf Ruud Wals. Ja, Rhino's, dit is best een verdrietig bericht. Want weet je hoe het zit met Bruno Gans en zijn vertolking van Hitler en de film Der Untergang? De film Der Untergang, werd gewoon een internetmeme. En dat kwam naarmate door een scène waarin Hitler helemaal ontploft in het gezicht van zijn generalen en dat soort dingen. En die scène werd de basis voor de Der Untergang internet meme. Ja, jarenlang werden er gewoon van die Der Untergang parodieën gemaakt. En die worden nog steeds gemaakt tot op de dag van vandaag. Dit is gewoon een heel groot verlies voor de Der Untergang parodiegemeenschap. Mogen Bruno Gans rusten in vrede. Zo, Rhino's, de eerste halve finale van Holland's Got Talent hebben we maar weer gehad. Er kwam leuk talent voorbij, maar helaas moesten we afscheid nemen van 7 van de 9 acts die we vanavond voorbij zagen komen. Dat klopt. Er gingen maar 2 acts van al die 9 door naar de finale. Voorheen was het altijd zo dat er 3 van de 9 doorgingen. Maar nu is dat veranderd naar 2. Degene die doorging naar de finale waren de 10-jarige zanger Pietje met zijn vlotte babbel en zijn mooie zangstem en dat soort dingen. En de breakdance crew Break Squad met hun geweldige gelijke choreografie. Mijn ouders hadden meer verwacht dat een andere danser door zou gaan en niet Pietje. Maar mijn ouders hebben het idee dat ze Pietje hebben doorgelaten vanwege het gevoel en zijn vlotte babbel. Dat soort dingen. Want ik kan jullie vertellen, Rhino's. Pietje die is nog maar 10 jaar, maar hij heeft echt al een flinke manier met woorden. En ik denk dat hem ook heel erg heeft geholpen om de finale te bereiken. Nou goed, we zullen zien wat er voorbij zal komen in de tweede halve finale. Ik ben er in ieder geval erg benieuwd naar. En dan sluiten we hierbij de vlog af. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. En ik hoop jullie te zien bij de gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later!